mensen. Dit is niet het officiële begin van mijn nieuwe oktoberfilmpje. Want ik was eigenlijk nog helemaal niet van plan om te gaan filmen. Het is zelfs nog niet eens oktober. Volgens mij is het... Ik weet het niet. Ik ben net terug van mijn werk. Hoeveelste is het vandaag? 26 september. Donderdag. Ik ben net terug van mijn werk. Maar dan lag een pakketje. Weet je, ik had in mijn septemberfilmpje gezegd dat ik zat te twijfelen om spinwool, extra spinwool te kopen. Maar dat ik dacht, nee, dat moet ik nog niet doen. Want ik moet eerst met mijn huidige spinproject maar verder zijn. Ik heb inmiddels 2 klossen af. Ik ben met de derde bezig. En dan ga ik van deze 3 een draad twijnen. Ik ga er toch van losse klossen doen. Spoelen doen. In plaats van de Navajo twijn, omdat het de vorige keer toch nog niet helemaal in mijn vingers zat. Maar goed. Dat komt denk ik nog wel aan bod. Maar hoewel het verstandige deel van mijn brein zei... Chantal, wacht gewoon nog maar eventjes. Doe eerst dit maar eens. Was er een klein opstandig deel van mijn brein die dacht... Nee, gewoon bestellen. En dat heb ik gedaan. En het pakketje is binnen. En aan de doos, ja, ik weet niet of je het daaraan kan zien, komt het van ver. Ik heb het niet in Nederland besteld, maar uit Engeland bij World of Wool. En dat krijg je dan ook weer. Dan denk je, oh, het komt van ver. Het is niet heel handig, want je moet en meer verzendkosten betalen. En je betaalt natuurlijk ook de belasting erover. Dus ik dacht, ik ga gewoon... ik pak gewoon goed uit. Ik ga gewoon een aantal dingen bestellen. Dat doe ik gewoon eenmalig. En dan is het ook wel weer genoeg. Dus, wat heb ik besteld? Topwol. Dus vanuit een lont, zeg maar. Dat zal ongetwijfeld veel makkelijker en regelmatiger spinnen dan de wol die ik zelf heb gekaard. En dit is Corriedale, van het Corriedale schaap. Ik heb de witte genomen, want ik wil ze wel gaan verven. Dat was er eentje. En de andere, nog meer witte lontwol. Dit is de Blueface Chester. Ook een top, ook een lont. Samen zou dit voldoende moeten zijn voor weer een trui of een vestje. Ik kon het niet laten. Maar eigenlijk, waarom ik het helemaal uit Engeland heb laten komen... had met de volgende 4 kleine pakjes te maken. En dat is namelijk sokkenwol. Oeh, sokkenwol. Dus hier zit, ik weet niet uit mijn hoofd, 20% of 25% biodegradable polyamide in. Dus biologisch afbreekbare polyamide. En de titel ook, mensen. Deze kleur, je kan zien, het is een beetje een bruinige, lichtbruinige tint. Deze hebben ze genoemd en daarmee hadden ze me te pakken. Potter's wheel. Pottenbakkerswiel. Ik als keramist moest dat natuurlijk hebben. En dit is... Oh, dat staat hier niet op welk schaap het is. Maar hoe zacht... Oh. 50 gram is dit volgens mij. Ja, 50 gram. Dus dit is voldoende voor 1 sok. Dus ik moest natuurlijk meer hebben. Ik had natuurlijk 2 van deze kunnen kopen. Maar nee. Daar kwam bij. Deze. En die heet. Dat is ook de titel. Rustic Clay. Rustieke klei. Oh, ja. Waarschijnlijk moet je daar een pottenbakker voor zijn of een keramist om daarvoor binnengehengeld te worden. Maar bij mij werkte het echt als een magneet. Alleen al die titels.
Even kijken. Heb ik er nog twee gekocht. Eentje. Die lijkt veel kleiner. Is ook 50 gram. Ambered brass. Hoe zou je dat vertalen? Brass is koper. Geamberde koper. Mooi. Ja, ik weet niet of je het kan zien. Ik zal hem even uit de verpakking halen. Maar dit is waar ik zo van hou. Van die tintjes die zo dicht bij elkaar liggen. Dat het heel licht gemêleerde kleuren zijn. Oh, ik ben hier gewoon... Ik wist niet dat je verliefd kon worden op een bolletje wol. Heel mooi. Heel mooi. Oh, echt een cadeautje voor mezelf. De laatste. Oh, is ook prachtig. Heathered haze. Ik weet niet hoe ik dat moet vertalen. Een haze. Het is geen haas, denk ik. Ook heel mooi. Kijk, die kleurtjes. Er zit een beetje zwart, donkerblauw en groen in. Prachtig. Oh, wat zijn die mooi. Oh, 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 oh. Ja, ik kon dit niet weerstaan. Het is heel snel gekomen. De post. Maar ja. Dit is de Potter's Wheel. Oh, kijk mensen. Ja, als je mij een beetje kent, dan weet je dat ik hier heel erg warm voor loop. En deze, dat was dus de Rustic Clay. Ook even van dichtbij laten zien. Oh. Wat mooi. Dus ja, je kunt van één kant wel stellen dat het spinvirus mij ook te pakken heeft gekregen. Dus niet alleen het breien, maar ook het spinnen. En het voordeel met dit soort pakjes, die kan ik meteen gaan spinnen. Dan hoef ik helemaal die kanemolen, heb ik daar niet voor nodig. Dat is echt, voelt als pure luxe. Van de Corriedale en de Blue Faced Chester. Ja, die ga ik natuurlijk wel verven. Gaat waarschijnlijk een beetje op dezelfde manier als hoe ik het nu op mijn spinnenwiel heb staan. Maar dan niet vanuit een ruwe vacht. Dus dit is al hele mooie gekamde. Dus een worsted voorbereiding, een wolvoorbereiding. Ik ga hem wel op de kanemolen waarschijnlijk weer de kleuren onderling een beetje mengen. Denk, ja, weet ik niet. Weet ik nog niet. Oh, daar moet ik over nadenken. Maar dit is zo leuk om over na te denken. Dus ja, je ziet een blije Chantal vandaag. Ik had eigenlijk verwacht dat morgen pas kwam. Dus ik ben echt super... Het was echt een cadeautje. Ik kom echt net, letterlijk net aanrijden. Moe van het werken. Ik was al twee adresjes vandaag. Oh, en ik had al gedacht, ik ga, als ik thuis kom, ga ik lekker in bad. Ook al is het midden op de dag. Ik heb een beetje last weer van mijn schouder. Ik denk toch van het klussen aan het dak. Wat ik morgen weer ga doen. Dus ik denk, oh, ik ga even lekker in bad. En dan ga ik weer verder met mijn derde klos spinnen. Daar ben ik op de helft. Zodat hij morgen kan rusten. En dan kan ik zaterdag, als het goed is, mijn eerste... 3-ply twine gaan doen. Ja. Oh, maar goed, dit was dus nog niet het officiële begin van het filmpje. Het staat al helemaal aan het begin van het filmpje. Maar waarschijnlijk het fragment hierna. Dan zit ik wel in oktober. Dan komt de officiële introductie. Maar dit moest even, mensen. Dit moest even. Goed, tot later. Dag! Even kijken of zo het licht beter is. Mensen, dit is nog steeds niet het officiële begin van het filmpje. Komt er weer iets tussendoor. Het is vandaag zondag, dag later dan gisteren.
En ik heb vandaag weer de hele dag met Frans, de timmerman, aan het dak gewerkt. Dat is niet het verhaal, wil ik even zeggen. Want ik weet dat dat niks met wol te maken heeft. Maar het is wel de inleiding van iets wat wel met wol te maken heeft. Dus vandaar. Letterlijk echt net klaar met het werken aan de windveer op het dak. Het tweede stuk van het stuk van de bijkeuken hierachter. En gelukkig was het droog. Nu is het aan het regenen. Dus we zijn op de nipper klaargekomen. Gewoon weer heel lekker gewerkt. Dat was heel fijn. Maar terwijl we aan het werk waren, vertelde Frans dat zijn moeder een spinnenwiel ooit... Zijn moeder leeft niet meer, maar dat zijn moeder een spinnenwiel had. En dat die bij hem in een soort van boshutje stond te verstoffen en te verpieteren. En hij vroeg van, nou wil jij die niet hebben? En toen zei ik, nou wat voor spinnenwiel is het dan? Natuurlijk wil ik hem hebben, maar wat voor soort spinnenwiel is het? En hij zei, ja, een spinnenwiel. Dus we zijn net klaar, we hebben alle spullen opgeruimd. En ik ben met hem naar dat boshutje gereden. En ik heb het spinnenwiel. Ik heb er een tweede spinnenwiel bij. Ja, zo begint het, hè. En ik heb hem hier staan. Verse druivensap van onze eigen druifjes. Heerlijk. Ik zal hem even laten zien. Oh, hij is nog wel helemaal stoffig. Een echt schippertje. Het is in principe precies hetzelfde als mijn Louette S10 spinnenwiel. Ook weer een kasteelmodel. Met een spoel aangedreven enkeldraadse aandrijving. Ik zal heel even het beeld iets anders zetten. Dan kun je het misschien net wat beter zien. Even kijken of ik hem wat wijder kan maken. Twee extra spoelen erbij. Nog met het garen wat zijn moeder heeft gesponnen. Hij doet het. Want als ik op en neer ga, draait de spoel. Maar hij heeft wel wat liefde nodig hoor. Ten eerste moet hij schoongemaakt worden. En dan zit ergens in het wiel hier een spleetje. Dus ja. Op zich is het niet zo erg. Oh wacht, de draad is er weer vanaf. Op zich is dat volgens mij niet zo heel erg. Oh, een draad is straf, dan wordt het weer even klooien. Maar hij heeft daar altijd een hele tijd heel nattig, ja, vochtig. Natuurlijk niet nat gestaan, maar wel gewoon ja, onverwarmd gestaan. In een boshutje waar ook marters wonen. Als hij loopt, loopt hij een beetje stroevig. Dus ik zal hem moeten smeren en ja, misschien een keer weer in de was zetten en mooi maken. Maar deze staat wat rechter en is net wat hoger dan mijn Louette. Daar waar het gaatje, het garen eruit komt. En ik ben vrij lang, dus ik denk misschien is dit wel minstens zo'n fijn spinnenwiel. Maar verder werkt hij gewoon precies hetzelfde qua opzet. Dus ik heb er een spinwiel bij. Ja. Eigenlijk vind ik deze mooier. Dit is natuurlijk wel van Nederlandse bodem. Ja, ik weet eigenlijk niet of deze ook van Nederlandse bodem is. Maar dit voelt een beetje als een jaren 80 spinwiel, weet je wel. Maar ja, ik denk dat ik hem binnenkort toch een keer een soort testritje op ga maken. Dus... Proost op het nieuwe spinnenwiel. En mijn grasmaaier is klaar. Hij heeft ook bijna 3 weken geduurd toch nog. Dus als het goed is, is het morgen of overmorgen weer wat droger. Volgens mij zondag kan ik toch weer het gras gaan maaien.
goed, dat was het nieuws. Hierna is het vast wel oktober, als ik mijn volgende opnames ga maken. En dan... kat. Dan komt wel de officiële introductie en de start van het filmpje. Maar ook dit moest er weer even tussen. Dus ik ga me douchen, lekker warm aankleden en neerploffen, want ik ben moe. Hard gewerkt vandaag. Maar we zijn helemaal klaar met alle windveren. En dat voelt ook heel fijn, moet ik zeggen. Dus goed nieuws allemaal. Oké, nou, tot de volgende keer. Hé, snorretje. Ruikt dat lekker? Hè? Ruikt dat lekker, hè? Ruikt naar marters. Goed. Mensen, er zit hier ergens een wesp binnen. Dus ik heb mijn glaasje en ansgarkartel klaar. Mocht hij ergens daar tegen de ramen aankomen, dan moet ik hem even vangen. Maar hij vliegt ergens rond. We hebben heel veel wespen onder het afdak zitten. En af en toe vliegt er wel eens eentje naar binnen. En Snorretje, de kat, die wil ze heel graag vangen. Maar een wesp vangen vind ik iets... Daar, momentje. Ik heb hem. Hoppakee. Goed. Best geregeld. En het is heel koud. Ik zit hier met een dekentje omgewikkeld. Wat niet heel erg sexy is. Maar het is 14 graden in huis. Mensen, het is in de afgelopen week echt herfst geworden. En we hebben nog niet de verwarming aan. En ook nog niet de kachel. Dus als je een poosje stil zit, dan is het echt wel koud in huis. Maar mijn man en ik zijn alle twee in de middag weg. Dus misschien dat vanavond de kachel wel aangaat. Maar nu is het nog even koud. Dus dan weet je ook waarom ik dat heb. Nu kan ik beginnen. Goed. Welkom allemaal. En welkom bij weer een nieuwe aflevering van Bonte Wol. Ik geloof dat dit aflevering 14 wordt en vandaag is het 2 oktober. We zitten in oktober. 2 oktober 2024. En ik heb de afgelopen dagen niet stilgezeten, want ik ben aan de gang gegaan met het spinnenwiel dat ik van Frans heb gekregen. Maar voordat ik daarover begin te vertellen, wil ik eerst heel even zeggen dat de wol die ik liet zien, de spinwol... Sokkenwol en de Corriedale en de Blue-Faced Leicester. Ik zei Chester, maar het is Leicester. De afkorting van Leicester. Blue-Faced Leicester, Lontwol. Kun je ook gewoon in Nederland kopen. Kwam ik vandaag achter. Bij spinspul.nl. Dus mocht je een beetje mede verliefd zijn geworden op die wol... net als ik. En je dacht, goh, die zou ik misschien wel willen hebben. Hoef je niet helemaal in Engeland te bestellen. Dat was een, ik denk iets te ongeduldige actie van mijn kant. Ik had eigenlijk iets beter internet moeten gaan checken om te kijken of het ook in Nederland te koop was. Dus ik heb... denk ik iets meer betaald dan nodig was. Maar ja, laten we maar zeggen dat ik Engeland een beetje gesponsord heb. En wat is het, Snorretje? De wesp is buiten. Ja, ben je erbij? Kom maar, het is lekker warm. Nee. Een beetje gratis reclame voor spinspul.nl. Maar daar vind je ze ook. Zowel de Corriedale als de Blue-Faced Leicester. Als die mooie sokkenwol met... biodegradable, bio-nylon heet het volgens mij op Spinspul. Ze hebben daar alleen niet die mooie titels erbij. Dus misschien was ik er minder voor gevallen als ik het eerst op de Nederlandse site had gezien. Maar goed,
Dat wil ik eerst even uit de weg hebben. En ik wil even heel kort zeggen, de grasmaaimachine die weer nieuw terug is. Vers geslepen messen en alles doet het weer. Het is een zaligheid. Die maait als boter gaat hij door het gras. Dus dat is heel erg fijn. Ik zit hier uit te kijken op een heel mooi strak gemaaid gazonnetje. Dat doet me deugd. Dus dat zijn allemaal goede dingen. Maar goed. Het spinnenwiel. Het spinnenwiel van Frans. Ik had ontzettend veel zin om daarmee aan de slag te gaan. Om die wat liefde te geven en wat aandacht en een opknapbeurtje. Dus daarmee ben ik aan de gang gegaan. In eerste instantie heb ik geprobeerd of ik dat wiel, waar een beetje een gat in zat, of ik dat er een beetje uitgeklopt kon krijgen. Dat ging vrij lastig. Ik heb dat een beetje met beleid. Ik durfde natuurlijk niet heel erg hard op te gaan rammen, want ja, wie weet breek je wel iets in de as. Ja, ik weet het allemaal niet. Dus voorzichtig aangedaan. Uiteindelijk, het lukte me niet om die spleet helemaal dicht te krijgen, maar het lukte me wel om het spleetje iets kleiner te krijgen aan de ene kant, maar daardoor ontstond er een klein spleetje aan de andere kant. En in mijn boerenlogica dacht ik, dat is eigenlijk beter, want dan is die onbalans iets beter verdeeld over dat wiel. En aangezien het me niet lukte om hem helemaal dicht te krijgen, dacht ik, oké, daar hou ik het bij. Ik denk dat dat goed genoeg is. Dus dat was stap 1. Vervolgens ben ik hem helemaal schoon gaan maken, afstoffen. En wat ik heb gedaan is dat ik hem in de bijenwas heb gezet. Zodat het hout weer wat voeding kreeg en wat een beschermlaagje kreeg. En dat gaat er wat mooier van glimmen. En ik vind het ook heel erg lekker ruiken. Ik hou wel van de geur van bijenwas. Dus dat heb ik gedaan. Nou, daar knapte die al behoorlijk van op. Het leertje wat aan de voorkant zit, wat als remmetje dient, dat heb ik in de ledervet gezet. En ik dacht, weet je wat nou leuk zou zijn als ik in dat leertje de naam van de moeder van Frans zou stansen. Dan is meteen dat spinnenwiel heeft een naam gekregen. Heel veel mensen geven hun spinnenwiel een naam. Ik ben nog niet zo ver dat ik dat doe. Maar ik dacht, dit specifieke spinnenwiel, wat ooit van de moeder van Frans is geweest, en die is al, ik geloof, iets van 30 jaar dood. Is 30 jaar geleden overleden. Hoe leuk is het als haar naam weer terugkomt in dat spinnenwiel? Dus dat heb ik gedaan. Daarna ben ik andere dingen gaan schoonmaken. Dus onder andere de gaatjes die in het spinnenwiel zitten, waar de spoel in draait. De spoel zelf ben ik gaan schoonmaken. Ik ben het wat gaan oliën. Ik heb daar naaimachineolie voor gebruikt. Heel lichtjes, zodat de spoel wat... de flyer, de vlucht, wat makkelijker zou draaien. En daarmee had ik het idee dat ik hem redelijk goed, alle verzorging die ik kon verzinnen, had ik daarmee getackled. Ja. En ook het gaatje waar het draadje uitkomt, die heb ik ook schoongemaakt. De klossen die erop zaten, waarbij er gesponnen wol op zat, van heel lang geleden, die de moeder van Frans nog had gesponnen. Nou, ik denk dat Frans die vertelde dat hij zijn moeder nooit daarop had zien spinnen. Dus waarschijnlijk hebben die klossen wol er al heel lang, die gesponnen wol er al heel lang op gezeten. Ik denk dat dat iets van 50 jaar oud is. Vermoed ik. Het is een beetje geel geworden. En verder niet zo appetijtelijk om aan te raken. Maar ik dacht wel, als ik nou dat spinnenwiel ga uitproberen, dan zou het misschien wel leuk zijn als ik probeer om die gesponnen wol van de moeder van Frans te gaan twijnen. Zodat ik misschien iets met die wol kan doen. En misschien kan ik er wel een klein cadeautje voor Frans van breien. Dat hij toch nog iets heeft van
de gesponnen wol die zijn moeder iets van 50 jaar geleden gesponnen heeft. Hoe leuk zou dat zijn? En daarmee kan ik meteen ook het spinnenwiel uitproberen. Dan hoef ik niet mijn eigen wol te gebruiken. Dus wat ik heb gedaan is dat ik... er waren twee klossen waar wol op zat. Eén daarvan waren singles. Noem je dat zo ook in het Nederlands? In het Engels noem je het singles. Gewoon de gesponnen wol. En de andere klos, dat was getwijnde wol. En ik ben dus die single wol gaan... De kou. Ik ben niet altijd snufferig, maar wel vaak merk ik als ik zo'n filmpje opneem. Nu is het echt wel een beetje de kou, denk ik. Maar ik ben die wol gaan opwinden. Een beetje in gelijke delen proberen te verdelen. En ik heb ze opgewonden op een wolwinder, zodat ik van zulk soort bolletjes kreeg. En dat ik van daaruit, vanuit die bolletjes, zou kunnen twijnen. Nou, uiteindelijk zat er voldoende wol op dat ik 3 van die bolletjes had. Ik dacht, nou, ik ga niet meteen een 3-ply doen. Ik ga een 2-ply doen. Dus ik heb nog 1 bolletje over. En als ik deze zou willen twijnen, dan kan je dat doen op een manier dat je een draadje aan de binnenkant en een draadje aan de buitenkant pakt en op die manier een 2-ply gaat toepassen. Oh, maar toen, mensen. Ik laat jullie gewoon de beelden zien en dan doe ik daar een voice-over overheen. Zodat jullie kunnen zien hoe dat was. Het proces van het spinnen op dat spinnenwiel. Dat was een avontuur, kan ik je vertellen. Ja, ik denk dat een voice-over eigenlijk helemaal niet nodig is, want de beelden zullen voor zich spreken. Maar ik wil nog wel even zeggen dat ik alle spleetjes heb opgevuld met vloeibaar hout van het wiel zelf. Dus nu is hij op zijn allermooist. Oeh, die trapt zwaar, zeg. Zitten. Dat ik dan beter... Zal ik even wennen. Ik denk dat ik hoger moet zitten. Dat ik meer van boven moet trappen. Even een andere stoel zoeken. Nog iets hoger. Werken dan op de Louette. Die gaat toch echt wel veel fijner. Thank you.
denk toch dat dat komt omdat haar wiel niet meer helemaal perfect rond is. Dat hij zijn moeite heeft net steeds met dit punt. Je moet heel hard doortrappen, echt flink kracht zetten, want anders dan wil hij weer terug. Dan wil hij niet door blijven gaan, zeg maar. En ik denk toch dat dat komt omdat haar wiel niet helemaal goed, dit wiel niet helemaal goed is. Het is hard werken, joh. Het gaat niet van harte. Pijn in mijn voet, joh. Goeie zondagochtend oefening. Oh mijn god. Ik begin het ook al in mijn beeld te voelen. Tijdje met mijn andere been. Ja, mensen, dat was eigenlijk wel een beetje een tegenvaller. Want ik denk dat dat spinnenwiel dus helemaal niet zo'n fijn spinnenwiel is. Vermoedelijk toch dat het wiel niet helemaal perfect rond is. Ik weet niet of dat de voornaamste reden is of dat het een fijn spinnenwiel is sowieso. Dat weet ik niet. Daarvoor heb ik niet vaak genoeg achter een spinnenwiel gezeten. Maar deze trapt wel zo zwaar en zo lastig dat hoe mooi ik hem ook vind, hij staat nou daar, ik kijk ernaar. Hoe mooi ik hem ook vind qua uiterlijk, het is geen wiel om fijn op te spinnen. En ik ga hem weer teruggeven aan Frans. Want om hem nou hier alleen maar puur decoratief neer te zetten, dat vind ik ook zo wat. Dus Frans, dankjewel dat ik hem heb gekregen van je, maar ik kan er eigenlijk niet zoveel mee. Ik heb wel de wol, de getwijnde wol, inmiddels, haakje zit er nog aan, gewassen en te drogen gehangen. Hij is redelijk in balans. Het is natuurlijk geen perfect getwijnde wol, omdat ook de wol... De singles daarvoor niet perfect gesponnen waren. Maar ik kan er wel... Ik ga kijken. Ik ga kijken of ik er iets van kan maken wat ik toch nog alsnog aan Frans kan geven. Want dit is natuurlijk wel de wol die zijn moeder heel lang geleden gesponnen heeft. Je kan trouwens ook zien wat het verschil in kleur is. Hier zat de lanoline nog helemaal oud en...
vergeeld en een beetje hard geworden. En in het echt is hij natuurlijk een hele mooie gebroken wit kleur. Dus er is wel winst. Ik heb het op het spinnenwiel van zijn moeder gedaan. Maar dat was de eerste en de laatste keer. Dus ja, jammer. Jammer toch? Maar goed, ja. Weet je, was een leuk experiment. Verder, ik heb mijn drie klossen de helft van wat ik heb gekaard staat nou op de klossen. Dus als ik nog een keer drie van dit soort klossen heb, dan heb ik alles gesponnen. Deze drie ga ik binnenkort samen twijnen naar een 3-ply twijn. Wat ik wel heb gedaan is, ik heb ze nog een keer overgezet op een spoel, op een andere spoel. Dus de draad gewoon van de ene klos overgezet op de andere klos. En dat heb ik niet via het gaatje daarvoor gedaan, want dan kun je weer twist, extra twist erin brengen. Ik heb er een opname van gemaakt. De reden waarom ik dat heb gedaan, dat heb ik gewoon gelezen en ik heb het heel netjes gedaan, is dat je op die manier ongelijkheid in de twist kan vereffenen een beetje. En vooral omdat ik nog een beginnende spinner ben, ik ongetwijfeld op sommige stukken meer of minder twist erin heb gehad, breng je op die manier net iets meer evenwichtigheid in die enkel gesponnen draad. Dus ze zijn van spoel veranderd. Op die spoelen staat trouwens een nummer. Ik ben er nu achter gekomen dat dat het gewicht is van de lege spoel. Dat is handig om te weten, want dan kun je, als je dit vervolgens weer op de weegschaal zet, wegen hoeveel wol je op je klos hebt gesponnen. En het grappige is, ik heb het opgeschreven, dat de ene had 131 gram wol erop zitten en de andere twee, alle twee, 134 gram. Dus dan zit qua grammen zit ik heel erg dicht bij elkaar. Het is nog de vraag of de looplengte dan ook hetzelfde is, maar in ieder geval zit ik redelijk dicht op elkaar. En als ik dat bij elkaar optel, dan zit ik op 400 gram wol ongeveer. En dat is de helft van alle wol die ik heb. Nou, ik heb alles natuurlijk op het oog verdeeld, maar het zou zomaar kunnen dat in de zakjes die ik nog heb liggen ook dus iets van 400 gram zit. Wat zou betekenen dat ik ongeveer iets van 800 gram wol heb. Lijkt me redelijk gewicht voor een vestje. Oh, sorry mensen, ik ben echt... excuus. Ben ik weer. Dus dat ziet er hoopvol uit. 800 gram, ja, dat kan ik. Kom je een heel eind mee. Ik zit er toch aan te denken, want ik heb ook nog wel wat bruine, volgens mij swifterwol liggen, lontwol. Nog dat ik misschien die ook nog ga spinnen, zodat ik manchetten boord en misschien hierboven de kraag in een andere kleur ga doen. Ik denk dit met bruin, ja, dat is een combinatie die ik wel zie zitten. En op die manier heb ik weinig kans dat ik te weinig wol heb in totaal, om toch een vestje te kunnen maken. Maar goed, ze staan er nog op. Oh, mensen, sorry. Herfst, hè? Het is echt zo koud en nat en... moet echt weer wennen en acclimatiseren aan het nieuwe weer. Ik heb dus drie klossen. Ik kan gaan twijnen. Iets in mijn achterhoofd heeft ooit gelezen over het laten rusten van je spoel. Nadat je hem net gesponnen had. Ik weet verder niet. Ik wist verder niet waarom. Maar ik dacht, toen ik de derde af had, het liefst zou ik gewoon meteen gaan twijnen. Maar toen dacht ik, nee Chantal, wacht nog maar even. En ga maar eens op internet zoeken waarom je überhaupt zoiets zou moeten laten rusten. Wat doet dat? En hoe lang moet het dan rusten? Dus dat heb ik gedaan. Ik ben uiteindelijk uitgekomen op hoe heette die site ook alweer? Spinoffmagazine.com,
denk ik. Spin-off magazine. Daar heb je allemaal blogverhaaltjes. Of, en dat is verbonden aan die spin-off magazine, heb je ook de Long Threads Media. En daarop kun je ook een aantal artikelen gratis lezen. Ik weet niet meer op welke van de twee ik het gelezen had, maar een van die ergens op die twee sites was een artikel wat ging specifiek over het laten rusten van je klossen. En waarom dat nodig is. Of waarom je dat zou doen of niet doen. De reden, dat ga ik jullie nu vertellen. De reden was dat als je net gesponnen hebt, dan met het twisten van de draad breng je ook een heleboel energie in je draad. Hè, het ronddraaien van het wiel, het ronddraaien van het garen, dat brengt energie erin. En, oh god, ik zou willen dat ik dit kon doen zonder een snotneus. Wacht even, ik ga toch even, daar liggen de zakdoekjes, even. Excuses, ik ben ook maar een mens. Oké. Ik hou het misschien wel spannend op deze manier. Maar als je dus net gesponnen hebt, dan heb je een heleboel energie in je draad gebracht. En vooral als je zo'n draadje dan net, als je die los laat hangen, dan heeft hij de neiging om in zichzelf te gaan twijnen. Ik heb daar ook een opname van gemaakt. Naast het draadje van de moeder van Frans, die natuurlijk 50 jaar geleden gesponnen is, zoiets, en heel lang de tijd heeft gehad om te rusten. Als ik deze gewoon laat hangen, dan hangt dat gewoon naar beneden. Daar is alle energie is daar uitgerust. Die is gewoon, ja, helemaal uitgerust. En een vers gesponnen draadje, die heeft dus nog heel erg de neiging om zichzelf te gaan kringelen. En in het Engels noem je die kringeltjes pigtails. Varkensstaartjes. Staartjes van een varken, want daar zit ook zo'n kurkentrekkertje in, zeg maar. En als je nou een draad hebt die heel erg de neiging heeft om van die pigtails te gaan vormen, dan heb je daar last van als je dat aan het twijnen bent. En dat is onhandig, maakt het iets onhandiger of wat lastiger. En dan is het beter om je klos of je spoel 1 à 2 weken te laten rusten. Want dan is die energie er een heel klein beetje uitgerust. Hoe dat kan, ik snap het eigenlijk niet. Want hij zit gewoon op die klos. Maar kennelijk gebeurt dat. Dus deze 3, ja, de ene heb ik natuurlijk veel eerder gedaan dan de laatste. De eerste heb ik veel eerder gedaan, gesponnen dan de laatste. Dus er zit een heel klein beetje verschil in hoe lang de ene of de eerste of de laatste heeft gerust. Maar ik laat in ieder geval de laatste ongeveer een week rusten. En dan heeft de eerste ongeveer 2 weken gerust. Zoiets. Dat betekent dat ik ergens komende weekend dit kan gaan twijnen. En dat is ook de reden waarom ik nog niet verder heb kunnen spinnen aan de rest. Ik heb nog 2 lege klossen over. Ja, 1 zit op het spinnenwiel daar en 1 heb ik hier. Deze 2 heb ik nodig om straks als ik deze 3 ga twijnen. Ja, ik denk qua hoeveelheid dat ik dat op 2 klossen kwijt kan. Want het wordt natuurlijk dikker de draad. Dus ik heb in ieder geval zoveel. En dan nog de helft van zoveel nodig waar ik dit op kwijt kan. Dus deze 2 klossen moeten even leeg blijven, zodat ik daar de twijndraden op kwijt kan. En als die er eenmaal op zitten, dan kan ik die weer tot een bolletje winden. En dan heb ik opeens weer 5 klossen vrij. En kan ik weer vooruit voor de tweede ronde. Dus dat is het hele idee. Ik had dus gedwongen even rust met het spinnen. Wat op zich ook wel goed is. Iets anders interessants, wat ik trouwens las, is ook of op de Spin-Off Magazine of bij de Long Thread Media site was een artikel en dat ging over als je heel oud garen hebt, zoals bijvoorbeeld dat garen van
Franse moeder. Of het garen wat ik laatst heb genavaho-twijnd. Toen ik een Navajo 3-ply ging uitproberen. Deze stond ook al een paar jaar op de spoel gewoon te rusten. Dan is die energie daar natuurlijk uitgegaan. Die hebben niet meer de neiging om zo in elkaar te kringelen. Dat je, als je dan gaat twijnen, je getwijnde garen vaak er overgetwist uit gaat zien. En daar had ik met deze heel erg last van. Als je een paar filmpjes terugkijkt dat ik deze aan het maken was, dan kun je me horen zeggen, oh, ik heb er overtwist in, oh, ik heb er overtwist in. Dus ik had een beetje het idee dat ik deze had verpest. Gewoon door mijn eigen ondeskundigheid en mijn eigen, nou ja, onervarenheid, zeg maar. Maar dat artikel dat zei, doordat de energie van het oorspronkelijke draadje zo laag is, heb je al heel snel dat als je gaat twisten, 2 of 3 draden bij elkaar gaat brengen, dat die overtwist raakt. En dat kun je zien doordat als je hem bijvoorbeeld omhoog houdt, die streng, de skein, dat die ook een beetje de neiging heeft om zichzelf te draaien. Dan is hij dus niet helemaal in balans. Dat je vaak de energie van het uitgeruste draadje weer terugkrijgt door hem daarna gewoon te wassen. Dan komt opeens, denkt hij dan, oh, ik krijg weer energie. En dat dan die streng vanzelf in balans komt. Toen dacht ik, dat ga ik proberen. Dus ik ben deze gaan wassen. Ik heb hem 15 minuten in redelijk warm, ja, eigenlijk best wel warm, zeepig wolwasmiddeltje erin. Zeepig water heel rustig erin gedrukt en verder niet geagiteerd of bewogen, zodat hij niet zou gaan filteren, maar gewoon heel rustig daarin gelegd. Een alarm gezet. Kwartiertje gewacht. Toen heb ik hem heel voorzichtig weer uitgehaald en een beetje uitgeknepen en onder lauw water, zeg maar, het zeepwater eruit geknepen. En toen heb ik hem gewoon aan een haakje te hangen gelegd. Geen gewicht er aan gehangen, maar gewoon laten liggen. Laten hangen. Ik heb hem wel een paar keer, toen hij nog nat was, gesnapt, zo gedaan. Op een paar punten, dat ik een paar keer dit deed. En toen te hangen gelegd. En nu is hij op die manier gedroogd. En de twist die erin zit, is echt, nou, heel lichtjes heeft hij nog de neiging. Als ik hem loslaat, even kijken, heeft hij, nou, haast niet, hè. Het is nu gewoon een gebalanceerd garen. Dus doordat ik eigenlijk heb getwist met een draadje die al te uitgerust was, ging vanzelf, met het twisten kwam er dus overtwist in. Met het twijnen kwam er overtwist in. Maar doordat ik hem daarna weer in een warm badje heb gelegd, kwam die twist weer terug. En toen ging die overtwist, heeft zichzelf hersteld en is hij in balans. Weer wat geleerd. Ik echt, de wol zal, elke keer leer ik nog steeds dingen bij waarvan ik dacht, nou, daar zou ik gewoon met mijn eigen verstand nooit aan gedacht hebben. Ook die draad van de moeder van Frans, wat natuurlijk 50 jaar gerust had, die was ook een beetje overtwist of overtwijnd. Nou, overtwijnen moet ik eigenlijk zeggen. Die had ook de neiging om een beetje te draaien. Heb ik ook op dezelfde manier even in warm water gelegd. En die is nou ook gewoon helemaal in balans. Dus ja, bij deze, die hebben natuurlijk een normale tijd uitgerust. Een gewone goede tijd uitgerust. Een week, 2 weken, niet veel langer. Als ik deze ga twijnen, dan zou ik meteen op mijn spinnenwiel zelf al kunnen checken of het garen in balans is.
Dus ja, dat moet ik op het spinnenwiel zelf al meteen gaan kijken of ik er niet te veel overtwist in heb. Maar, of overtwijn. Overtwist, overtwijn. Oh, lastig, al die termen nog, hè. Maar goed. ja, er zit dus echt wel een wetenschap achter. Van één kant ook wel fijn dat dit gewoon geen verloren streng is. Ik zou hier iets mee kunnen. Ik weet nog niet wat, maar daar verzin ik vast wel iets op. Ja, even kijken. Het is bijna tijd voor mij. Ik moet vanmiddag werken. Wil ik nog iets kwijt over de afgelopen paar dagen? Ik denk dat ik alles redelijk getackled heb nu. Nou, ik kan alleen nog maar zeggen dat ik heb nog een heel klein beetje aan het dak gewerkt. We waren klaar met alle windveren, maar ik heb nog wel gebijtst. Dus nu is het echt helemaal klaar. Ja. Verder komt het allemaal nog. Waarschijnlijk dit weekend dat ik dit kan gaan twijnen en dan kan ik verder met filmen. Sorry voor mijn snotneus, mensen. Dat was het. Dat was het weer voor nu. Ik zie je later. Tot ziens. Zo. Hallo allemaal en welkom terug weer bij het laatste stukje van dit Bonte Wol filmpje. Het is vandaag maandag 7 oktober. Ik zit nu even in de woonkamer, want op dit moment is dit de warmste plek in het huis. We hebben hier hele grote raampartijen en buiten is het prachtig zonnig en open weer. De afgelopen periode eigenlijk al, de afgelopen dagen, prachtig mooi warm weer gehad. Het was vaak fijner om buiten te zijn, bezig te zijn dan binnen. En dat heb ik dan ook veel gedaan. Ik ben veel buiten geweest. Maar goed, dat even terzijde. Misschien een kleine hint dat ik niet zo superveel aan wol heb gewerkt in de afgelopen dagen. Ik ben wel één mouw verder gekomen in mijn field cardigan. Maar dat, nou ja, dat laat ik nu niet echt zien. Dat komt in het volgende filmpje wel. En het spinnen ben ik ook nog niet verder gekomen. Ik heb nog steeds de drie klossen staan. In principe zijn ze nu uitgerust genoeg om daarmee te gaan twijnen. Ik heb nog niet echt de tijd en de rust en de ruimte gevonden om dat op mijn gemakje te doen. Een van de redenen was ook dat ik dacht, ja, ik heb nou drie klossen die ik samen ga brengen naar één draad. En op mijn spinnenwiel kan ik maar twee klossen kwijt om mee te twijnen. Dus ik had even gekeken naar de mogelijkheid om een losse lazy gate te kopen waar ik drie klossen op kwijt zou kunnen. Ik dacht dat ik er één had gevonden, maar die blijkt ik heb even gebeld, na nadere inspectie niet helemaal te compatible te zijn, zeg maar, met mijn spoelen, mijn klossen. Dus die heb ik niet gekocht. En als ik echt een Louette twijnrek ga kopen voor 3 of 4 klossen, dan ben je al over de 100 euro kwijt. Nou, dat ga ik echt niet doen. Dus ik denk dat ik er zelf één moet gaan maken. En dat schijnt vrij makkelijk te kunnen met een doos en wat breinaalden. En ik denk dat ik dan iets met een elastiekje moet gaan doen om ervoor te zorgen dat ik ze een beetje kan afremmen. Dat ik een soort provisorische twijnrek ga maken. Of lazy gate ga maken. Ik denk dat ik dat in eerste instantie maar gewoon moet gaan proberen. Maar dat ik ook ooit een iets mooiere houten twijnrek ga proberen te maken. Maar ja, dat is misschien een beetje toekomstmuziek. Hoewel, misschien is het ook wel heel snel gedaan. Maar vandaag in ieder geval niet. En ik heb in de afgelopen dagen ook geëdit. En gemerkt dat ik met dit filmpje al best wel een behoorlijk eind op weg was. Zat ik al bij de 50 minuten. Dat had natuurlijk ook te maken met die twee valse starten die ik aan het begin van dit filmpje had. Ja, ik loop niet meer helemaal synchroon met de maanden. Ik had altijd steeds in mijn hoofd van ik doe het eens in de maand en dan op het eind van de maand heb ik een filmpje. Dat is lekker duidelijk, zowel naar mezelf toe als naar jullie toe.
Maar ja, het leven laat zich niet altijd vangen in van die keurige blokken. Dus nu komt er dus eentje een beetje prematuur. En dan zullen we nog wel zien of ik er nog een tweede uit weet te persen in oktober of niet. Dat zien we wel. Het is een beetje druk. Met leuke dingen, gelukkig. Werk is op dit moment erg leuk. Maar ik heb ook in het afgelopen weekend hier in het dorp mee helpen organiseren. Nou ja, ik heb veel eerder mee helpen organiseren. Maar afgelopen weekend was het moment suprême. Dat we een openlucht buitenfilm hebben verwezenlijkt. En wat natuurlijk heel erg spannend is, want ja, blijft het wel droog in oktober? Toen we het gingen plannen, wisten we dat natuurlijk allemaal niet. Nou, het bleef droog en het was heel windstil. En we hadden een prachtig scherm met een beamer en klapstoeltjes en vliesdekentjes, want het was wel heel koud. Het was dus super koud. Maar tegen kou kun je je kleden. Maar ook super leuk. Met een stel mensen hier uit de buurt hebben we dat bedacht en georganiseerd. En in de afgelopen weekend ben ik daar dus mee bezig geweest om allemaal met z'n allen het allemaal mooi aan te kleden met lampjes. En er zijn nog een paar vrouwen geweest en die hebben allemaal lekkere hapjes gemaakt. En we hadden een hele lange hapjestafel en we hadden een toilet en dixie geregeld. Maar er ook voor gezorgd dat je daar, als het donker was, nergens over kon struikelen. Dus we hebben allemaal met kerstlampjes en dingetjes. Super gezellig. Het was zo leuk. Zo leuk om dat zo plaatselijk te organiseren. Maar ja, het ging wel allemaal van mijn breitijd af. Wat op zich ook niet erg is, hè. Dus vandaag heb ik vrij. Ik ben me weer een beetje aan het herpakken. De komende dagen moet ik weer gewoon werken. Dus ik ga vandaag een beetje breien verder aan de andere mouw. Ik heb ook weer een nieuw patroon gekocht. Wat ik na de field cardigan wil gaan opzetten. Wordt geen wintertrui, maar ook een soort zomertruitje. Dus ook niet alleen mijn maandenplanning loopt niet helemaal goed, maar ook, ja, het zou slimmer zijn om nu zeg maar een lekker warm project op de pennen te gaan zetten. Maar ja, ik doe gewoon wat op dit moment mijn aandacht trekt en wat goed voelt. Dus doe het gewoon weer op mijn eigen manier. Dan komt het altijd goed. Maar goed, dit filmpje, daar ga ik dus een eind aan maken. Ik vind hem lang genoeg. Ja, ik denk dat jullie daar wel mee tevreden mee zullen zijn, zeg maar. En dan zie je in het volgende filmpje weer hoe ik de draden ga twijnen. Hopelijk kan ik dan mijn field cardigan laten zien. Ik denk nog niet met knoopjes, maar in ieder geval wel dat hij af is. En van de pennen is. Kan ik over mijn nieuwe project gaan praten. Ja. Het gaat gewoon lekker door, denk ik. In ieder geval, nu gaat het allemaal redelijk lekker. En zit ik best wel in een goede flow. Dus dat probeer ik gewoon zo lang mogelijk vast te houden. Ik wens jullie alvast een hele fijne oktobermaand toe. Geniet van de wisselende seizoenen, zeg maar. De herfst en de verkleuring van de blaadjes die nou echt wel bijna gaat komen. Nu de nachten kouder gaan worden. Op dit moment zit alles nog redelijk groen aan de bomen, maar het is een kwestie van tijd. En dan voel je die herfst pas echt heel goed. Ja, geniet er een beetje van. Ga lekker vaak naar buiten, even wandelen. En dan weer lekker snel naar binnen en verder breien. Dat is een goed plan. Ik wens je een hele fijne maand. Hopelijk zie ik jullie op het eind van oktober nog even terug met een tweede filmpje. En anders dan is het begin november of zo. Dat merken we wel. Ja, dankjewel voor het kijken. En tot gauw.